Dobré, Radomír, Simonek. Bloemen. Bloemen voor het hele gezin. Alsof een groot bloemenkorso hier straks op dat podium gaat plaatsen. 2 minuten. 2 minutes before the start. Nog 2 hele Brabantse minuten. 30 seconds. 30 seconden. Zo gaan we dat doen. En de wethouder heeft de hand bij de knoppen bij het stoplicht. Hij gaat daar vrolijk bij kijken, want hij komt daar straks op de foto. Hij drukt zo op de knop. Attentie wethouder. Daar gaan we. Goede timing. Hoho. We zijn vertrokken. Dat heeft u goed gedaan, wethouder. Goeiedag. Wat een spektakel. Onder leiding van Corné van Kessel verdwijnt uit ons zicht met Lars van Haar in tweede stelling. Jannes, heb je al enig zicht op de eerste in de wedstrijd? Wat voel ik de grote prijs van Brabant bij de Liefde belofte. Goede ondernemer om tussen de mensen door te komen. Daar komen de mannen achter, zijn er dan een ontzettend voorbij. Gaan we kijken wat er in elkaar gestopt gaat worden. Lutten we dat de eerste doorkomst gaan we krijgen. Een applaus hier voor David van der Poel. Thijs van Amerongen voor Corné van Kessel. Voor Tom Meersen voorin. Kevin Powers ook. Klaas van Noordhout ook. Lars van der Haag. Met Martijn Budding hier. Ook jullie aanhouden zit deze groep hier. Sven 20 Thijs van Amerongen. Meldt zich ook aan de voorzijde Marcel Meijzen. Ja, het is een bonte schakering met ook het van de brandweerman met de nummer 11. Hij sluit de kopbloem op dit moment af. Van 21 coureurs die de landgang in de voorin vormen. Aan de hand van Dennis Midea die gaat op dit moment de poging maken uit die grote groep weg te vluchten. En tot 7 rondes van de hand van Amerongen. Lichte voorsprong voor dat super duo uit Nederland. Piep Jonge Veulens met Lars van der Haar en natuurlijk met David van der Poel. Dat zijn de mannen hierin die de voorsprong hebben. De achtervolging wordt gelijk door de winnaar van vorig jaar, Toon Wild. Geweldig om te reizen met Tom Meersen, bijt zich vast in het spoor. Tom vindt hier dus, zoals dat heeft gewijd, die bom. Want vorig jaar won hij de grote prijs van Brabant, de eerste editie. Er zijn de mannen van de Rabobank die wel met team die daar aan de leiding gaan van dat grote achtervolgende peloton. Ja. En ook geconsolideerd die mooie derde schaatsen van de Poel. En wat er eindelijk is toch op een hele grote gezegd, we zijn op dit moment al duizenden paarden en we
Ik weet dat Bas van der Haar een vleugels krijgt als je een geweldig applaus laat horen. Uw handen op elkaar, we hebben nog een We gaan Sven Nijs met David van der Poel, hier Kevin Pauwels. De man van Martijn Beuning hier met Jim Arnouds ook, met Corné van Kessel, met de Stan Godrie. Die kan de oversteek maken naar Lars van der Haar. Ja, maar deze komen wel dicht voor mij. Lopen is hij absoluut ontketend. Voelt zich als een vis in het opkomende regenwater. Kom met de stand goed 3. Seconden op de stopwatch de voorsprong is voor Lars van der Haar. 55 seconden op een achtervolgende groep. Hij heeft een supersterke indruk vandaag hier in de tweede editie van de Grote Prijs van Brabant. Nu op weg naar de zandbak. Jij krijgt Lars in het vizier. Van der Haar is in die zand. En dan lijkt het erop, dames en heren, dat niemand. En weer de coureurs vanaf de tweede plaats in de wedstrijd. We gaan de bel luiden voor de laatste ronde. Laatste ronde voor de groep onder aanvoering van Jurie Adams. Lars van der Haar. Hier komt in onze bij, brengen de handen op elkaar. Hij steekt een vingertje op naast de verzorgers. Voor Zet Ogenbos. Lars van der Haar op weg naar de overwinning vandaag. Die de zon op weg gaat je opbedrijven op die zegen. Hij gaat zo dadelijk naar het verhuizen gedeelte. Doe en dan gaan we ook weer de basis gaan doen voor Malen Jongen. En daar gaat de volgende sessie op dit moment dat het met 17 mensen Jim Arnouds die probeert richting het zilver te dansen. Arnouds aan de achterzijde gaat hij nu verdappen. Gaat hij proberen een stelling te maken op jacht naar de tweede set. In zijn rood-wit-blauwe trui wint hij de Grote Prijs van Brabant. Hier komt hij zielsgelukkig over de aankomstlijn. Zijn eerste seizoenzege is een feit. En dan zullen we ongetwijfeld meerdere volgen. We gaan de sprint krijgen vanaf de tweede plaats. Er wordt wel om gesprint. Is het Corné van Kessel die vandaag een podiumplaats gaat behalen? Ja? Ja, maar ik was van de blok. Van de hele wedstrijd. Van de hele wedstrijd. Ja, dat was ik. Van de wedstrijd van morgen.
applaus voor je prestatie van Michiel van der Heijden. Daar staat de Frank Zonk al schilderig terug op. We gaan kijken naar de aankomst hier van Patrick van Leeuwen. In de wetenschap dat we straks de ceremonie protocolair gaan krijgen van de nummers 1, 2 en 3. Van Lars van der Haar, van Corné, van Kessel. Take this off and then put the other one on. Ja, pak je een matje. Oh, dankjewel. Maybe. En ook deze vuur komen niet. Ik mijn ogen dan smeren. Eigenlijk moet je zo doen, hè? Ja. Ja, dat is wel anders. Your name and I see you not coming. I say, Jesus, I must warn him because he does not hear it. Yeah, it's true. Yeah. I didn't hear it. Are you stoked? Yeah, I am. No, it's really nice for him to get this win. Obviously, last week was a little bit disappointing with the second, so to get the win and with such a big time gap as well is really good. Yeah, that was really a big gap. Would you think he would also have won if Mathieu van der Poel had been here? Yeah, for sure. Lars is a strong rider, and yeah, last week he was alone for a long, long time, and yeah, no one caught him today, so I think he was definitely on form, and yeah, it seemed to suit him this course, so it's good. And how about tomorrow? There's a lot of big names. Obviously, the world champion's going to be there as well, so it'll be interesting to see how he's going to do. But no, Lars is on form at the moment, and I think that he can really pull it off and hopefully get the win or top three would be good. Yeah. Thanks. Voor de winnaar van de grote prijs van Brabant, vorig jaar ging hij onbeschadigd. Ze staan hier zo dadelijk opnieuw op het podium. En zo dadelijk gaat er opnieuw een geweldig applaus losbarsten voor de nummers 1, 2 en 3. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Het ging helemaal volgens plan? Nee. Want? Ik kwam weer veel te vroeg alleen te zitten. Oh nee, dit keer was er niet iemand die jou terug kon pakken. Nee, ik had een goed tempo en kijk, op een gegeven moment gaan jongens natuurlijk ook rijden voor die podiumplek omdat ze morgen ronde moeten rijden. Dus daar heb je natuurlijk ook een beetje mee. Maar ja, ik kon wel een goed cadans houden, dus het ging op zich wel goed. En was je blij dat Mathieu van der Poel dit keer er niet was? Hoezo? Nou ja, dan die kan jou nog iets meer pijn doen. Hoezo, iedereen kan me pijn doen. Iedereen kan jou pijn doen, maar vandaag was jij degene die er bovenuit steekt. Ja, dat was mooi vandaag, kon ik wel winnen. En dit parcours is ook wel echt op jouw lijf geschreven, denk ik. Ja, nou ja, Giet ook. Ook parcoursen die me goed liggen. Ja, het ligt aan het wedstrijdverloop, hoe dat gaat natuurlijk. Maar je bent al met al wel tevreden? Ja, ik ben zeker tevreden. Ik ben blij dat ik toch weer een goede wedstrijd rij en weer een podiumpack plak en dit keer een overwinning. Ja, alleen de volgende keer ga je toch nog eens proberen iets later op kop te komen. Ja, het zou toch wat energie schelen, denk ik. Maar ja, maakt niet uit, winnen is winnen. Zo is dat. Die is weer in de pocket. Precies. Nou, Eddie, de eerste cross met camper? Derde cross met camper. En hoe bevalt dat? Heel goed. Ik wil er niet meer aan denken om met een auto te gaan houden. En heb je nou meer materiaal? Ja, ik heb meer materiaal. Ik heb alleen nog niet. Ik heb nog maar de helft van de wielen, dus als die er daags zijn, dan is het in orde. Ik had vandaag ook niet lekker moeten rijden, omdat ik een probleem had. Morgen rijd je niet? Normaal gesproken rijd ik morgen in Ronsen, maar ik ga dat vanavond wel beslissen. En als je morgen ongelooflijk veel modder is, kom je dan wel een beetje materiaal? Ik heb twee paren modderbanden, om het zo maar te noemen. Dus als je lekker rijdt, dan heb je een probleem. Maar ik beslis dat pas vanavond. En hoe ging het vandaag? Ik had gehoopt op droge omstandigheden. Het ging het eerste er waren ongeveer 10 rondjes denk ik. Tot de laatste 3 rondjes ging het goed. Er zat alleen achteraan het groepje. Steeds op de rekker eraf en dan weer erbij. En dan af en dan ging het een beetje los en dan ging ik weer terug naar voren. Toen ging ik de hele tijd door en dan kon ik niet meer volhouden dat ik de hele tijd op een rekkertje zat. Maar wel een goede training. En op een gegeven moment kwam Michiel van der Heijden voorbij en dan kon je het niet meer aantrekken. Ja, ik stond de laatste 3 ronden geparkeerd, dus iedereen haalde me bijna in als wijze van. Dus de regen die had wel wat op jou. Ja. Nou, opwarmen en dan zien of je morgen start. Komt goed, bedankt.
the jersey of the Grand Prix of Brabant, the green jersey. Ik dacht dat dat een jasje voor mij was. We gaan eens kijken of het lukt. Hier staan ze, de nummers 1, 2 en 3. Geef ze een geweldig applaus. Een big applaus voor Helen Wyman, Nikki Harris en ook Sophie de Boer. Onze Nederlands op het podium.